Revit Local Ladies is de nieuwe damesjas in de Urban en Custom Line van Revit. Ik ben Justin van Motor Kleding Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Local Ladies beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Revit Local Ladies is een jas die echt goed geschikt is voor de Urban en de Custom Rider voor in en rondom de stad. Nou, het is een jas die gemaakt is van de Cordura denim. Het is een textielmateriaal wat erg sluitvast is en daardoor ben je altijd goed beschermd op de motor. Zoals ik al zei is de Revit Local een jas die heel erg veilig is en goed geschikt voor op de motor. Nou, hij is dus gemaakt van een Cordura denim. Dat is een denimstof waar een Cordura draad of woven is. Dat is een erg sluitvaste stof. Hierdoor is hij dus gewoon goed geschikt tegen het glijden, mocht je er onverwachts toch mee onderuit gaan. Als we verder ingaan op de protectoren die in de jas zitten, hebben we een C-Smart protector, zowel op de schouder als op de elleboog. Nou, C-Smart protectoren, dat zijn de laatste protectoren van Revit. Dat zijn de blauwe matjes, die zitten dus op de schouders en op de ellebogen. Ze zijn heel erg flexibel, level 1 goedgekeurd, ventileren heel goed en zijn daardoor dus heel comfortabel om te dragen. Als je dat nog niet genoeg vindt, dan zou je hem eventueel ook op de rug nog uit kunnen breiden met de C-Soft Level 2 Protector, waardoor je dus altijd optimaal beveiligd bent op de motor. Ook hebben ze natuurlijk bij de Local weer aan de ventilatie gedacht. Achter op de rug zitten hier twee flapjes die eigenlijk altijd openstaan, waardoor de jas dus altijd goed kan ventileren en de warme lucht de jas weer kan verlaten. En hebben op de armen aan de onderkant ook nog twee reflectiepanelen, waardoor je ook 's avonds weer goed zichtbaar bent. Nou, gaan we nog even terug naar de zijkant. Dan zien we een stelmogelijkheid op de middel, waardoor je hem ook wat strakker aan kunt trekken. En is hij aan de achterkant ietsjes langer, zodat je niet heel snel last hebt van de blote rug op de motor. Ook hebben ze aan de voorkant nog ingaande ventilatie op de borst. Die kun je openzetten, zit aan beide kanten. En hebben we nog twee steekzakken waar je voldoende spulletjes mee kan nemen. Nou, voor hebben we een kraagje. Die is afgewerkt met een drukker op, dus dan kun je hem altijd goed aan laten sluiten. En is hij aan de voorkant ook nog afgewerkt met drukknopjes. En hebben we één centrale rits. Nou, als we die openmaken, hebben we aan de binnenkant nog een steekzak zitten aan de linkerkant. Aan de binnenkant van de jas hebben we ook nog twee lusjes zitten, zowel aan de linker en aan de rechterkant, waarmee je hem eventueel aan je riemlusjes vast zou kunnen maken. En hebben we ook nog centrale rits aan de achterkant zitten, waarmee je hem zowel aan een connectorbelt of aan een textiele boef van Revit vast zou kunnen maken. Malou is 1,60 meter lang en weegt ongeveer 60 kilo en heeft van de Loki jas een maatje M. Nou, zoals jullie kunnen zien sluit hij overal goed aan en zou dit voor Malou zeker wel de juiste maat zijn. Zou je deze jas nou een keer willen komen bekijken, bestellen of gewoon een keer komen passen, zou dat natuurlijk kunnen in een van onze winkels of online via de webshop. Wil je nou op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motor Kleding Center. Bedankt voor het kijken.